Yo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Goeie Vraag, ons wekelijkse item waarin jij een vraag kan stellen aan de redactie van Gamersnet. En dan gaan we die vervolgens met zoveel mogelijk redactieleden beantwoorden. Vorige week hadden we natuurlijk een vraag over onze haat-liefde games en bedankt voor alle reacties daarop, waaronder ook de nieuwe vragen die gesteld werden. En er zaten een heleboel mooie tussen, maar we zijn uiteindelijk gegaan voor die van Bavo Knol op YouTube. En ik mag hopen dat dat niet je echte naam is, maar goed, Bavo Knol, bedankt voor je vraag. Hij vroeg zich namelijk af, wat is de beste indie game? Mijn favoriete indie game, goeie frack. Iets wat me vaak ziedend maakt, mensen die mij over indie games horen, die horen niet veel goeds over indie games. En dat is niet dat ik geen indie games speel, hè. Het is meer de naam indie game. Het is zo ontzettend hipster. Stel je voor. In feite is Gamersnet.nl ook een indie website. Wij hebben geen groot bedrijf, moederbedrijf boven ons. We doen alles zelf, gewoon vooral vanuit de liefde van games. En daar moeten we ook eens voor verdienen, anders kunnen we dat niet fulltime doen. Is gewoon heel erg logisch. Alleen, in feite zijn we ook indie. Maar ik vind het niet leuk als mensen ons indie zouden noemen, want het is een minachting voor wat we allemaal aan werk doen. Indie games zijn gewoon games die niet door een publisher worden gefinancierd. En heel veel indie games worden groot omdat ze zo populair zijn. Nou, waarom is het een hipster term? Omdat hipsters precies hetzelfde doen met indie bandjes. Ik heb nou dit indie bandje ontdekt, is vaak troep. Vervolgens hebben ze een hit, breken ze door. Oh ja, nee, veel te commercieel. Ik vond het nog vet dat ze nog in de underground waren. Er zijn zo fucking veel games als mijn favoriete game ever. Peggle, overgenomen door EA. Is Peggle 2 daardoor kut? Het is een fucking vette game. Is Plants vs. Zombies daarom kut? Het is fucking vette game. Het is alleen omdat ze zo'n goede game hebben gemaakt die ook nog succesvol was voor het grote publiek, is het nou geen indie game meer. Hetzelfde geldt voor Minecraft, dat nu door Microsoft is overgenomen. En voor legio andere titels. Net werd het voorbeeld boven RuneScape genoemd, die zijn inmiddels ook een eigen publisher. Gewoon succesvolle titels die daardoor geen indie game meer zijn. Ben ik daardoor geen indie game speler? Tuurlijk, ik vind Keep Talking Nobody Explodes een fucking vette game. Ik speel ook af en toe een indie game en ik vind dat tof. Alleen het noemen van een indie game. Zelfs games tegenwoordig die gewoon van publishers zijn, maar dat zijn dan pixel art-achtige kleine platformtitels die ze dan opeens indie game gaan noemen, want dat bekt zo lekker voor de hipster market die ze dan willen aanboren. Dat zijn geen indie games en indie games het zo noemen doet tekort aan het werken van de ontwikkelaar. Want elke ontwikkelaar van een indie game wil dat zijn game succesvol wordt. En als het echt succesvol wordt, is het geen indie ontwikkelaar meer. Favoriete indie game? Ik heb wel de nodige indie games gespeeld natuurlijk. Onder andere Broforce, Hotline Miami, Life is Strange. Nu raak ik aan mezelf twijfelen eigenlijk welke ik nou de beste indie game vind. Hotline Miami die schiet nu te binnen en die vind ik toch wel heel erg tof. Maar ik denk te moeilijk. Hele goede sfeer, maar nee, ik ga voor de Banner Saga. Deel 1 of 2 maakt niet zo heel veel uit, want ze volgen elkaar op. Er komt een deel 3 aan en ja, de sfeer, de artstijl, de muziek, de combat, de turn-based combat, die is ongelooflijk vet. Ja, een hele Viking saga, het vele lezen, de hele ervaring van de Banner Saga en een personage die je kan verliezen tijdens de combat. Als je denkt van, fuck nee, die had ik mee willen nemen. En dan, ja, door jouw keuzes gaat het gewoon helemaal kapot. Of het kan kapot gaan, of het gaat juist heel erg goed. Je moet de reis maken, je moet de dredge verslaan en je moet van ze ontsnappen. En je moet naar een veilig gebied trekken. Ja, de game gaat ook best wel diep. Je moet echt de keuzes maken waardoor er verschillende consequenties zijn en ja, je moet je karavaan zien te redden of in ieder geval zoveel mogelijk mensen door de game heen helpen en die ook meenemen naar het volgende deel. En ik ben zo erg benieuwd naar het derde deel, want de Banner Saga 3 heeft zijn eerste goal gehaald op Kickstarter. Zo'n meeslepend verhaal, meeslepende combat en ongelooflijk goede sfeer. Dus ja, kan ik ze anders zeggen? De Banner Saga. Favoriet indie game. Ja, goede vraag, Bavo. Ik vond het trouwens gek dat deze vraag nog nooit gesteld was. Je bent letterlijk de eerste die hem vraagt, terwijl het, I don't know, eigenlijk wel een beetje voor de hand. Maar ja, leuke vraag, Bavo. Ik mag echt hopen dat je niet zo heet.
Alleen nu ik erover nadenk over mijn indie games, ik ben in de laatste tijd, Peter beschrijft mij een beetje als zo'n indie hipster, dat ik nu in één keer zoiets heb van, oh, alle indies zijn fantastisch. Wat reus meevalt, want er zijn ook heel veel kut indies, geef ik ook eerlijk toe. Echt, ja, ik ben de eerste die het toegeeft. Maar nee, de laatste tijd zijn er wel een aantal die echt ontzettend sterk zijn. En in mijn runner-ups, en dat zijn toevallig ook allemaal 2016 verschijningen, Inside, supersterk, staat een review van op Gamesnet, gaan we lezen. Stardew Valley, supersterk, staat een review van op Gamesnet, gaan we lezen. Owlboy, supersterk, staat een review van op Gamesnet, gaan we lezen. Ook videoreviews in sommige gevallen. Maar ja, nee, oprecht. Ik denk dat van die drie sowieso Owlboy het wint. Want Stardew Valley is heel erg leuk, omdat het ultiem indie is. Die hele game is gemaakt, gecomponeerd, alles door één man. Maar Owlboy is een indie die letterlijk 12 jaar, als ik het goed heb, correct me if I'm wrong, 12 jaar in ontwikkeling is geweest door een super klein team aan Noren. Dit zijn echt helemaal niet slecht. Sterker nog, die game was fucking fantastisch. Juist door de enorm goede pixel art, enorm goede compositie van de muziek en zo. Echt fantastisch gedaan. En die game, ja, op zich, er waren ook heel veel nadelen aan, maar wat het zo mooi maakte is dat die game je als gamer transporteert naar, weet je wel, je eerste paar games. In ieder geval in mijn geval. Die game is in 2016 uitgekomen, maar hij doet je voelen alsof het 1996 is. Maar dan wel met van die pixel art, maar dan echt subliem goede pixel art, weet je wel. En ook gewoon de mechanieken van het spel. Af en toe is het een klein beetje frustrerend, maar het pakt iets. Het geeft je die kinderlijke verwondering weer van een game. En dat zie je gewoon in bijna geen andere titels. Maar goed, samen met een hele sterke Inside en samen met de Stardew Valley is Owlboy wel echt mijn, ja, ik denk beste indie. In ieder geval van vorig jaar en ook van de laatste aantal jaren. Als je een indie gaat spelen, ik raad Owlboy aan. Supersterk. Als we het hebben over indie games, dan gaan er bij mij meteen twee rinkelen. De eerste is eigenlijk een beetje controversieel, omdat het is een super vette game. Laat me dat wel even voorop stellen. Maar de fanbase ervan, oei oei oei, wat is die me toch irritant. Ik heb het over Undertale. Undertale is een game die vorig jaar redelijk wat hype kreeg vanwege de unieke gameplay als het ware. Maar de fanbase is niet zo vriendelijk geweest voor die game. En heeft eigenlijk een beetje het beeld van het spel wel redelijk de grond ingemapt. Het is ook een spel dat zich niet makkelijk laat vertellen. Dus vandaar dat ik deze maar eventjes aan de kant gooi. En het op een heel andere boeg gooi met The Binding of Isaac. The Binding of Isaac is de indie game waar ik zeker weten het meeste tijd in heb gestoken. Ik heb in deel 1, met wel de DLC erbij, heb ik ongeveer zo'n 600 uur, over de 600 uur zitten. Ik weet niet hoe, maar ik speelde dat spel dagelijks en ineens kwam ik erachter, fuck, 600 uur van mijn leven weg. En het erge is, ik had niet eens het gevoel dat ik ook maar goed was in het spel. Zo klote is dat. Maar uiteindelijk is ook natuurlijk The Binding of Isaac Rebirth uitgekomen en Afterbirth en Afterbirth Plus en yada yada. Die heb ik nog niet zo heel veel gespeeld, moet ik eerlijk zeggen. Maar de old school Isaac is toch wel waar mijn liefde voor de franchise ligt. Het muziek van The Binding of Isaac is ook weer echt zo'n dingetje. Dat is echt gewoon orgasme voor je oren. En wat doe je eigenlijk in The Binding of Isaac? Je bent een klein naakt kind dat zichzelf door een dungeon heen moet vechten die randomly generated wordt. Je komt allemaal zieke monsters tegen. Het begint nog redelijk tam met spinnen en vliegen. En overal ligt stront. En er staan vuurtjes en zo. Maar des te dieper je komt, des te zieker het wordt. En uiteindelijk beland je zelfs in de baarmoeder, de womb. En kom je ook in de chest. En het is fucking ziek. Je komt gewoon Satan tegen en je vecht ook tegen hem. De game is een beetje grotesk, maar als je daar langs kan kijken, dan is het zeker de moeite waard. Dus daarom raad ik hem ook aan de mensen die hem willen spelen. Ga The Binding of Isaac spelen.
Nou, Bavo, daar heb je het. En ook mensen die niet Bavo heten en nu kijken, allereerst gefeliciteerd. En alsjeblieft, daar heb je het. De antwoord op de vraag wat de beste indie game voor ons is. Heb je zelf ook een leuke indie game die je graag in de spotlight wil zetten? Laat het vooral hieronder even weten. Of als je bijvoorbeeld zoiets hebt van, hey, die indie is best wel interessant die jullie ons hebben gegeven. Die ga ik een keer proberen. Dan horen we dat ook helemaal graag. En natuurlijk, ja, we zijn weer op zoek naar een nieuwe vraag voor een nieuwe goede frag. Dus mocht je reageren, of mocht je input willen geven, of mocht je gewoon een gekke vraag hebben, drop hem hieronder in de comments. En dan gaan wij kijken of wij volgende week, of over 2 weken, of wanneer dan ook, jouw vraag gaan beantwoorden in een nieuwe goede frag. Tot snel op gamersnet.nl en ik hoop jullie allemaal weer ergens anders te zien. Ook, je mag ook op Twitch volgen, en op YouTube, en op Facebook, Twitter, Instagram. Hey, ik gooi er gewoon zomaar nog een aantal dingen in. Mag je doen, tot snel. Doei.